Kameraden. In 1973 werd het systeem uitgevonden van het brugpensioen. En waarom werd dat toen uitgevonden? Het was petroleumcrisis. Er was crisis. Ontzettend veel werkloosheid. Ontzettend veel mensen die ontslagen werden door de bedrijven dat bedrijven in problemen kwamen. En ook om de jeugd een kans te geven om dan in de arbeidsmarkt op te treden. We zijn vandaag precies 50 jaar later. 2023. En dat was een maatregel, heren van de PvdA, ik zie dat jullie vandaag geen vraag stellen over een vakbond. Dat was een maatregel die toen in de tijd was voor het proletariaat. En wat zien we vandaag? Dat is een maatregel geworden voor het profitariaat. En het is zelfs wat het ergste is, kameraden, dat het een hangbare praktijk is in de vakbond. Het is een hangbare praktijk bij de christelijke vakbond, het ACV, om mensen te ontslaan van zodra ze aan de voorwaarden van brugpensioen voldoen. Dat is toch een van de hoogste schandalen dat we hier in de laatste jaren meegemaakt hebben. En niet alleen het ACV, ik ben al veel meegemaakt met het ACV. Denk maar aan de Arco-spaarders en zwarte rekeningen onder Kortebeeks in Limburg, om maar iets te weten, collega's, ik heb nog een goed geheugen, alhoewel ik wat ouder word. En de paus van de vakbond, diegene die iedereen de les pelt, is nog de grootste fraudeur van allemaal. De man is 62 jaar, 62 jaar, heeft geen recht op pensioen. Wat zegt hem? Ga mij ontslaan. Ik ga nog een oprotpremie krijgen, ik ga nog een beetje blijven zitten, dan mijn brugpensioen en bijpassing van de belastingbetaler. Niet van de belastingbetaler alleen, uit ons sociaal systeem. Uit ons sociaal systeem. Wel één vraag, meneer de minister. Kunt u morgen met dit sujet nog aan tafel zitten om te praten over de verlenging van het brugpensioen? Het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, SWT, het vroegere brugpensioen, meneer De Dekker, in herinnering brengen. Deze werkloosheidsregeling met bedrijfstoeslag is alleen onder zeer strikte voorwaarden mogelijk voor bepaalde oudere werknemers die worden ontslagen. Zo moet een werknemer volgens de algemene regeling van de CAO 17 minstens 62 jaar zijn en 40 jaar werkervaring hebben. Op basis dus van, een collectief arbeidsovereenkomst tussen werkgevers en vakbonden. Ook moet men ontslagen zijn en recht hebben op een werkloosheidsuitkering. De SWT kan dus pas ingaan aan het eind van de opzegtermijn of de periode waarop een opzeggingsvergoeding betrekking heeft. De beslissing om te ontslaan ligt uiteindelijk bij de werkgever, die geen specifieke reden hoeft op te geven. Meneer de minister, kameraden. Dit gaat hier niet over een persoonlijk geval, zoals je zei. Dat gaat hier over een voorbeeldfunctie. Dat gaat over de paus van de vakbond, die iedereen de les pelt. Dat gaat over iemand die sociale fraude pleegt, die zelf onze sociale zekerheid stuurt. Dat gaat over iemand die morgen aan tafel zit. Een van de 10 belangrijkste personen in dit land om de sociale zekerheid te sturen. Dat gaat over dergelijk sujet. Dat gaat over dergelijk sujet die de boel bedrogen heeft, meneer de minister. En dat is de vraag aan de regering. Kunt u nog met dergelijk sujet aan de tafel zitten die de bevolking bedriegt, die met zijn graaibeleid in de kas van de sociale zekerheid? Dat is de essentie van het verhaal, meneer de minister. 38% van de mensen tussen 60 en 65 werkt nog. Het zit vol van knelpuntberoepen. Wel, meneer, ik denk dat hij maatschappelijk werker is of zo. Ik ga nog een hoekje maken in mijn gemeente. Hij mag nog komen werken, maar ik zal hem onder toezicht plaatsen. Onmiddellijk met iemand ernaast om te kijken of hem werkt.